Jullie heten Mokum Reclaimed. Dat klinkt een beetje alsof de stad eigenlijk al helemaal is overgenomen door figuren waarvan jullie dat liever niet hebben. Voel je dat ook zo? Ja, dat is natuurlijk vrij heftig, zoals je het zo zegt. Maar het komt er wel op neer dat wij het gevoel hebben dat dit gemeentebestuur en ook het vorige gemeentebestuur en het huidige gemeentebestuur heel erg hun best doen om de openbare ruimte vooral weg te geven aan allerlei partijen. En daarmee met name de parken bijvoorbeeld te ontnemen van wat wij denken dat hun eigen functie is, namelijk het zijn van een park. En wij hebben zoiets van dat is doorgeschoten en wij willen ons parken terug. Die zijn heel erg belangrijk voor ons, voor alle mensen, voor bewoners, bezoekers, om te kunnen ontspannen in zo'n dichte stad. En we willen die parken gewoon terug. Nou, hebben jullie een concreet plan bedacht? Beschrijf dat eens. Ja, het concrete plan, en daar is ook de crowdfundingactie voor gestart, is om middels een vergunningaanvraag voor een evenement eigenlijk de openbare ruimte te claimen. Dus het evenement is het park gebruiken als park, dat is het evenement. En we willen daarvoor een vergunning aanvragen, want als wij de vergunning hebben, dan kan een ander niet iets organiseren in dat park. Dus dat was de gedachte van we gaan een vergunning aanvragen, zodat een festival geen ruimte kan krijgen, want ja, wij hebben de vergunning al gekregen. Maar om zo'n vergunning aan te vragen moet je legingskosten betalen. En voor een groot evenement is dat €4.000 maar liefst. En daarom zijn we de crowdfundingactie gestart om die €4.000 op te halen. En betreft dat evenement één locatie of meerdere locaties? Nou, onze bedoeling is om dat op meerdere locaties tegelijk plaats te laten vinden. Dus echt om al onze parken weer terug te claimen. Dat is onze inzet. Hebben jullie contact gehad met de gemeente hierover? Nee, niet concreet nog. Nee, het is nog een plan. We zijn in voorbereiding. We hebben nu het geld bij elkaar. Dat vinden we al fantastisch. Want er waren ook nog wat kosten verbonden aan de crowdfunding zelf. Dus we hadden €4.250 nodig. Dat is gelukt in 16 dagen tijd. Nou, dat vinden we eigenlijk al een enorm succes dat gelukt is zo snel. We zijn nu dus in de fase dat we de vergunningaanvraag moeten gaan voorbereiden. Dus we zijn nu bezig om te onderzoeken hoe moeten we dat doen, hoe stellen we zo'n aanvraag op, et cetera. En heb je daar een bepaalde locatie op het oog? Nou ja, nogmaals, onze insteek is in ieder geval alle parken. Dat is onze insteek. En we moeten dus kijken of dat haalbaar is. Dus je huurt voor een paar dagen eigenlijk dat park af en je organiseert niks? Ja, het evenement is inderdaad niks. Namelijk gewoon het park laten zijn waar het voor bedoeld is. Dat is het hele evenement. Ja. Jullie zijn een clubje van een aantal mensen die zich zorgen maken over dit alles. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen in Amsterdam die dat eigenlijk allemaal best vinden met die festivals. Zijn jullie niet een beetje een luidruchtige minderheid? Nou, dat zou kunnen, maar we krijgen heel veel bijval, dus dat kan nog steeds een minderheid zijn. Maar in ieder geval hebben we wel het gevoel dat er heel veel support is. We hebben meer bijval gekregen dan kritiek, dus we denken toch wel dat we iets geraakt hebben. En zeker omdat we ook uit Den Landen steun krijgen. Uit Utrecht, uit Den Haag. Dus het speelt op meerdere plekken in het land. En kijk, voor ons gaat het om balans. Wij zijn niet tegen festivals op zich. Er zijn blijkbaar heel veel mensen die er behoefte aan hebben. En laten we wel zijn, ik zelf ga ook wel eens naar een festival. Het is helemaal niet zo dat wij op de festivals tegen zijn per se. Maar we hebben zoiets, het is doorgeschoten, het is uit balans geraakt. Voor 2 dagen feesten dat een park 16 dagen is afgesloten en vervolgens ook nog eens half gesloopt is. Dat vinden we uit balans. Dus we moeten kijken, kan er niet een andere plek bedacht worden voor die festivals? Kunnen die niet op andere plekken terecht? Wellicht locaties die al beschikbaar zijn. Zodat het park weer het park kan zijn. Dus we zijn niet tegen. Ik vind onszelf ook geen zeurpiet. Ik denk dat we een reëel punt hebben. En dat we moeten kijken hoe we dat met elkaar kunnen oplossen. Oké, stel dat jullie inderdaad nou die toestemming krijgen om dat niks te organiseren voor een paar dagen voor een evenement. Een non-evenement zou je kunnen zeggen. Wat is dan de volgende stap? Dat is een goeie. Want dat is de vraag natuurlijk, als ons dat lukt. Dat is natuurlijk wel de vraag van wat roept dat op? Wat maakt dat los bij die en geen? En wij hopen natuurlijk uiteindelijk dat de politiek wakker wordt en ook ziet van hey, dit kan zo niet langer. We moeten een andere oplossing met elkaar bedenken. En dat zou natuurlijk mooi zijn, maar we hebben echt gezegd, we gaan ons eerst hierop focussen. We kijken of we dit tot een succes kunnen maken. Want als ons dat lukt, ja, dan maken we natuurlijk ook wel een enorm statement. En dat is wel wat wij nu willen maken. We willen gewoon een heel duidelijk statement hiermee maken. We willen echt bereiken dat die openbare ruimte openbaar blijft. Je zou kunnen redeneren, als je nou voor €4.000 een bepaald gebied eigenlijk afkoopt, hè, evenementloos maakt, 40.000, dan kun je 10 evenementen afkopen, 400.000, 100.
Voor 1 miljoen koop je eigenlijk de hele stad terug. Ja, als je hem zo ziet wel. Kijk, wij proberen natuurlijk met 1 evenementenvergunning langere tijd meerdere locaties tegelijk te claimen. En we moeten nu onderzoeken in hoeverre dat haalbaar is. Mm. Maar dat is de insteek. Dus ons idee is om dat met 1 vergunning te doen. En we moeten kijken of dat werkt. Rust er op de gemeente een bepaalde verplichting om manifestaties en festivals toe te laten? Ja, dan vraag je wat. Kijk, als er natuurlijk regels zijn die dat toestaan en iemand vraagt daar een vergunning voor aan, ja, dan moet de gemeente dat toestaan. Dat is net zoiets als met een boom kappen. Toestaan is iets anders dan verplichting. Ja, dus de vraag is of je mee moet werken aan dat beleid. Hè? Ja. Men heeft het mogelijk gemaakt. En daarom kun je nu een vergunningaanvraag niet zomaar meer weigeren. En de vraag is of het de taak is van de gemeente om dat toe te staan. Dat is een goede vraag. Ik denk dat onderwerp zou moeten zijn van politieke discussie. Daar hoort men het in de gemeenteraad over te hebben. Of men dat wil en in welke mate men dat wil. Dat is natuurlijk deels al wel gebeurd met het nieuwe evenementenbeleid. Maar naar onze mening is daar te weinig geluisterd naar de inbreng van de bewoners. Daar is vooral geluisterd naar de inbreng van de organisatoren. En dat vinden we ook wel jammer. Verwacht je in deze meer van het knijterlinkse college van BMW? De vraag is of festivals per definitie links of rechts zijn. We gaan er in ieder geval vanuit dat ze met name milieu en natuur hoog hebben op de agenda hebben staan en duurzaamheid. Nou, en als je het vanuit dat aspect bekijkt, ja, dan is juist zo'n park, we staan er in het Westerpark nu, hè, dat is een plek waar groen en waar mensen letterlijk adem kunnen halen. En dan mag je verwachten van zo'n groen college dat ze dat goed beschermen. En daar passen de festivals zoals het nu gaat, passen daar eigenlijk helemaal niet bij. Dus in die zin hebben we wel verwachtingen.